Met sombere gezichten zaten ze in het Utrechtse stadion. Akkerbouwers, rundveefokkers, varkensmesters, fruittelers, glastuinders, pluimveehouders. En tussen hen in zaten parlementariërs van verschillende politieke kleur. En de van vakantie teruggekeerde minister van Landbouw, de heer Van der Steen. En door het stadion klonken luidkeels de kreten waarmee de woordvoerders van de bezorgde boeren ieder hun eigen tuintje stonden te wieden. Waarom protesteren de akkerbouwers al enige jaren? Wel, nu vooral omdat de kosten de pan uitreizen. Ook als melk- en vleesproducenten zitten wij in de tang van de snel stijgende kosten, terwijl ons inkomen sterk daalt. Als een minister uit dit kabinet de glastuinders energieverspillings noemt, dan snapt hij er geen barst van. De boze boeren lieten de heer Mertens van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond niet aan het woord komen. En minister Van der Stee had niet veel te zeggen. Ik ben me er diep van bewust dat uw problemen enorm zijn. Ik weet dat dit ogenblik in iedere sector, in ieder onderdeel van de landbouw enorme moeilijkheden bestaan. Hierna keerden de 30.000 boeren terug naar hun 8.000 auto's en 160 autobussen. De ministers Duisenberg en Van der Stee weten nu in ieder geval dat er maatregelen worden verwacht ten gunste van akkerbouwers, rundveefokkers, varkensmesters, fruittelers, glastuinders en pluimveehouders. Ga er maar aan staan.